Dat is Soester. Ja, oh, dat is voor mijn tijd. Die heb ik nooit meegemaakt. Maurits? Levi, Frank Levi, weet u dat nog? Natuurlijk. Zeg dat Soester begon altijd, mijn heren. Mijn heren, ja. Mijn heren, vandaag de Gemara van vandaag is een... Joop. Ik zal het heel duidelijk zeggen. Een hele makkelijke en een hele moeilijke. En waarom is dat zo? Dat zal ik u zo uitleggen. Ik zal even zeggen waar ik wilde beginnen. Ik wilde beginnen op Daf Yud Zayin 17, 17b. Ik heb een klein stukje overgeslagen met opzet. 17b. En dan wilde ik beginnen, als u dat goed vindt. Even kijken, maar ik dat kan het makkelijkste zeggen tegen jullie. Dat is die... Ja. Laten we maar zeggen op regel 1, dus 17b en dan van de bovenkant regel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de regel van boven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de regel van boven. Amrele Ilfe. Ja, exact. Waarom is die gemorre voor vandaag? Ik heb het me moeilijk gemaakt en makkelijk gemaakt, namelijk. Om de gemorre te lezen en stam, zoals dat genoemd wordt, af te davenen, dat is simpel. De tekst is niet moeilijk en makkelijk te vertalen. Het is niet zo dat het in die zin intellectueel moeilijk is, dat er tegenstellingen zijn waarvan je moet zien waarom staat dit zo en zo. Daar is het makkelijk in. Maar moeilijk is het qua inhoud. En ik weet het, ik heb het mij moeilijk gemaakt met deze perek, maar laten we dat vandaag dan toch nog even proberen af te maken. Omdat eigenlijk dit is filosofie. En die filosofie berust op de volgende uitspraak. We hebben, als u zich herinnert, hebben wij in de Mishne geleerd dat HaKadosh Baruch Hu op zijn vier Rosh Hashanahs, vier keer in het jaar wordt iets over de wereld berecht. En één daarvan is dus Tishri, waarin zo staat, Kol ba'e olam, alle mensen van de wereld trekken aan de kosmos voorbij. En op dat moment berecht hij de mens naar zijn daden. Dat op zichzelf is al een uitermate moeilijke uitspraak. En de Chazal in de Gemara hebben daar ook hele grote moeite bij. Ten eerste vragen ze, wat betekent dat boek die Rav Kruspedoy, bekende Rav Kruspedoy, zegt, er is een boek, er zijn drie boeken liggen voor Kruisborgu, het boek van het Sadikim, van de Benonim, die er nog een beetje hangende zijn, en de Rishaim. Wat betekent dat? Kruisborgu heeft nodig. Dat is toch een totaal menselijke uitspraak. Ja? En bovendien, dat vragen de Chachamim en dat vraagt eigenlijk iedereen van ons die nadenkt zich ook af. Zegt, wat betekent dat? Betekent dat de Kosmorgo op Rosasone over mij beslist of ik goed ben en slecht ben? En dan nog, ik zie zoveel goede mensen in de wereld die het slecht gaan. En ik zie zoveel mensen die slecht zijn en die het goed gaan. Klopt dat überhaupt? Wat betekent dat?
En de Gemara geeft daar heel veel antwoorden op. De meest simpele is dat het spreekt van Olam Haba. Het hele idee van loon en straf spreekt van de Olam Haba. Maar er zijn een heleboel tussenoplossingen en tussenverklaringen die een andere verklaring geven. Die heb ik weggelaten. Die zijn heel moeilijk te begrijpen. Dit is de makkelijkst te begrijpen opvatting die dus zegt, oké, het geldt voor de Olam Haba. Maar dan nog hebben we te maken met een systeem. Met een systeem dat wij dus uitleggen. Dat wij dus uitleggen hoe dan ook. Ook wanneer we zeggen het spreken van Olam Haba. Dan leggen we dat uit op onze menselijke manier. Wat doet de Kosmogoe? Weegt die precies af? Wat heb jij gedaan? Wat heb je niet gedaan? Wat heb je moeten doen? Wat weten wij? Wat weten wij? Hoe Akos Borgo? Ik moet altijd denken, ik heb het een keer gelezen in een boekje van Joodse verhalen. En ik, volgens mij is het iets wat in de Gemara voorkomt. Ik heb echt nooit kunnen vinden tot nu toe waar het staat. Ik heb het ook met Raf Evers erover gehad. Die kenden het ook. Het is een bekende verhaal, ik heb het hier misschien een keer verteld, van de man, een edelman, die in een stadje woonde en die een dienaar had en die bediende studie naar de markt. En die gaat naar de markt toe inkopen doen voor zijn baas en daar ontmoet hij, al dus het verhaal, de Malachamavet, de engel des doods. Ja. En hij kijkt hem aan, die engel met grote ogen. En hij wordt doodsbang. En hij gaat terug naar zijn baas. En zegt, ik wil hier weg. Ik heb die engel, de Malachmomus gezien. Ik ben bang dat hij mij op zijn lijstje heeft. Ik wil weg hier. Laat mij gaan. En de baas zegt, oké, ga je maar van hier. Laten we zeggen, met de sneltrein naar Zuid-Frankrijk. Dan ben je ver van hier vandaan. Ja. Hij gaat weg. En 's middags gaat dus de baas zelf naar de markt. En hij ontmoet de Malachmomus. En de Malachmomus zegt tegen hem, ik begrijp me niet goed. Vanochtend zag ik jouw bediende hier. Wat doet hij hier? Ik heb een afspraak met hem. Dat weet hij niet. Ik heb een afspraak vandaag vanmiddag met hem. In Nice, in Zuid-Frankrijk. Wat betekent het verhaal? Dat die beter kunnen blijven daar. Wat betekent het verhaal? We weten het niet. We weten niet hoe Gosmoor ons beoordeelt, wat er met ons gebeurt, hoe het met ons gebeurt, waarom het met ons gebeurt. En nu, de Gemara van vandaag zal nu proberen aan de hand van een aantal psukim uit Tenach die niet direct verband houden met deze vraag, maar wel, laten we zeggen, de impact kunnen hebben in de verklaring, om te zien hoe kunnen we menselijk proberen om dit te verklaren. En we moeten het wel verklaren, omdat anders zijn we niet tevreden. Wij kunnen niet verdragen dat laten we maar het kindje bij de naam noemen, dat de oorlogsmisdadigers die het goed gaat, nog 90 jaar geworden zijn en het is hun goed gegaan. En ze hebben in vrijheid geleefd en de slachtoffers, degenen die alles meegemaakt hebben, hebben hun leven lang daaraan te danken. Dat kan geen rechtvaardigheid zijn zonder meer. En de Gemara zal proberen om al deze dingen toch in een bepaald aspect te zien, waarin we tot de conclusie kunnen komen dan, dat het is niet zo eenvoudig om te zeggen, iets is wel of niet rechtvaardig voor ons. Dat kunnen wij niet allemaal. Er zijn mensen die een enkel iets doen, de Gemara brengt voorbeelden, niet hier toevallig, op andere plek. Er zijn mensen die een slecht leven leiden ten opzichte van andere mensen, of ten opzichte van hun verhouding tussen hun
en dat kon ik gewoon goed. En één ding doen ze geweldig goed. En dat kan hun hele loon en niet-loon veranderen. En daar zal de Gemara zal proberen op allerlei momenten problemen op te lossen. Eigenlijk om het ons wat, het is enige meteen, ja, filosofisch gezien, om het ons makkelijker te maken, om minder zwart-wit te denken dan wij eigenlijk zouden willen denken. We zouden zwart-wit willen denken. We zouden willen denken, ja, nou ja, dit is iemand die uitermate slecht is geweest, alles verkeerd gedaan heeft, die behoort toch eigenlijk, als dan niet op deze wereld, dan in de toekomst de consequenties te dragen, is het allemaal wel zo zwart-wit. Dat is de moeilijkheid van de Gemara. Dus dat is wat ik bedoelde. De Gemara is aan de ene kant makkelijk, je leest het zo weg, maar wil je het proberen te verklaren, dan moet je gewoon diep nadenken. En dan, ja, dan moet je leer je het leven wat meer filosofisch, als het ware, te beschouwen. Dus de Gemara begint dan op die bladzij 17b, op regel 7. Rav Ilve Rami heeft de volgende gevraagd. Ketief, er staat Vraf Geset Ve'emet. Vraf Geset Ve'emet. Ik ga maar door, hij ziet het niet. HaKadosh Baruch Hu is vol van liefde en waarheid. Wat betekent dat? 7e regel. Vraf Geset Ve'emet. Hebben we de goeie? Hier, Ilse. Ja, maar ik heb niet zelf. Het is niet zelf. Kijk, ja, het is niet 17D. Nee, maar dat kan ook niet, dus weggevallen. Ik dacht nog geflipt worden. Ik dacht dat het klaar was. Ja, ik kan wel ondertussen even vragen of zij ze. Ga maar door, ik vraag even aan jullie. Zeg de Gemara, er staat Geset Ve'emet. HaKadosh Baruch Hu is voor liefde en waarheid. Wat betekent dat? Dat zijn twee verschillende dingen. Dus zegt hij, HaKadosh Baruch Hu kan hebben Geset en waarheid. Het zijn twee dingen. Er staat een pasuk, die kennen we allemaal. Vayavor Hashem panav vayikra. HaKadosh Baruch Hu is voorbijgetrokken, als het ware, aan Moshe Rabbeinu. Vayikra, en toen heeft Moshe Rabbeinu de eigenschap van HaKadosh Baruch Hu opgenoemd. Hashem, Keel Rachum Gadol. Hashem is, ja, Abraham Yochanan. Ja, de slos is gemiddeld. Wat betekent dat? Shenet Atev HaKadosh Baruch Hu Kishaliach Tzibur. Dat is de bekende, Rashi brengt dat ook in Chumash. Dat betekent, HaKadosh Baruch Hu heeft zich als het ware getoond aan Moshe als een, laten we zeggen, een persoon die in een talit is gehuld, als een shliach tzibur. Ve'ar Moshe sedet vela. En heeft aan Moshe getoond hoe hij moet davenen, als het ware. Waar maar, en gezegd, Kolzeman, She Israël Godin, Yasule Fanai, Kesedraze. Als alle keren dat Israël in overtreding is geweest en ze willen het weer goed maken, dan moeten ze mij aanroepen met deze zijnde mijn eigenschappen. Dat is ook, daarom zeggen we die zo vaak op Yom Kippur. Hashem, Hashem. Keel Rachum Beganoen. HaKadosh Baruch Hu vergeeft de mensheid. Ja? Waar niet mogel lahem. En ik, mogel lahem, ik zal hun dan kunnen vergeven. Hashem, Hashem. Waarom staat er dubbel Hashem, Hashem? Ja? Zoals er eigenlijk staat bij als Hashem Moshe voor de eerste keer verschijnt naar de
kwestie van de doornbos in Egypte, dan stuurt de Kozmoor hem als gezant naar Paro toe. En dan vraagt Mosé, en als Paro vraagt, wie stuurt mij? Wie stuurt mij? Dan moet je zeggen, Eheye Asher Eheye. Dubbel. Ik zal zijn, ik ben die ik ben. Ik zal er altijd als dezelfde zijn. En de dubbele van Hashem, Hashem Hashem is, Aniu Kodem, Sheyech Adam. Ik ben er voordat de mens gezondigd heeft tegen mij. Aniu Laachar, Sheyech Adam. Via Setesuwa. En ik ben er ook nadat de mens geprobeerd heeft om het weer goed te maken. En dan zegt die pasuk, Hashem, Hashem, Keel, Rachum, Veganun. Hashem is, hoe moet je dat vertalen? Barmhartig, hè, wel, dat vertaald. Ja, Veganun. En makkelijk weer gunstige stemmen, ja? Ja. Amar Rav Yehuda, en daarop heeft Rav Yehuda gezegd, dat betekent eigenlijk voor ons als mens, dat Berit Kruta Liudgim Middeldot, er is als het ware met die 13 eigenschappen van de Kosmorgu, die in die pasuk Hashem Hashem Kel Rachum tot uiting gebracht wordt, in die 13 eigenschappen is ingebouwd een verbond, Sheinam Chozrot Rekam, dat Kosmorgu nooit niet zal luisteren. Nooit niet zal luisteren. Nooit ons zal laten vallen. Sheneer Mar, zoals er staat. Nee, Anochi Koreet Berit. Ik heb een verbond met jullie gesloten. En en dat zal eeuwig blijven bestaan. Je moet denken, even een grapje of niet een grapje. Mijn kleindochter heeft autorijlessen. En ik weet niet wat ze daarvoor een islamitische leraar heeft. En die zegt, geloof jij niet aan wat wij geloven, christelijke geloof? Zegt ze, nee, nee. En waarom dan niet? En dan is hij er niet op het mondje gevallen. Zegt, omdat dat is iets van latere tijd. En er staat nergens in de oorspronkelijke Bijbel dat dat vernieuwd moet worden. En het is allemaal nieuwe mazen die jullie uitgevonden hebben. En daar geloven wij niet aan. Want dat klopt niet. Ja, christelijke is er niet dus. Christelijke is er niet. Jullie hebben er wat van gemaakt. Als hij zou weten wat jullie van hem gemaakt hadden, zou hij zich in zijn graf omdraaien. Nou, heel goed van gezegd. Maar die is niet op het mondje gevallen. Niet. Ja. Oké, okay, is goed. Gezakt. Oh nee, ze moest een examen doen. Ja, dus zegt Amarabi Yochanan, nu gaan we dat proberen te elimineren. Amarabi Yochanan, gedolate shuwa shemekarat gezardino shel adam. Wat is het, de grootheid aan de teshuwa? Wat is de inhoud? Wat maakt teshuwa zo belangrijk, maar ook zo zinvol? Zegt hij, shemekarat gezardino shel adam. Want het verscheurt, het kan doen verscheuren, wat ik als woord niet fijn over iemand heeft beslist. Maar ook dat is een hele menselijke uiting natuurlijk. Want het klopt niet. We kunnen, net zo min als we als woord kunnen beschrijven, zo min kunnen we zijn eigenschappen en zijn manier waarop de wereld bestuurd wordt. We kunnen hem proberen om het in een menselijke taal te zetten. Kunnen überhaupt en dan, met Gods kunstboek kunnen überhaupt. Ja, krijgen. Maar goed, je ziet de Gemara in wezen dat Gazal hebben daar grote moeite mee gehad. En de grootste vraag is, die vraag hebben we een paar weken geleden bij het begin van deze Mishne hebben we nog gehad. De Gemara vraagt ook, het is toch niet zo? Als je om je heen kijkt, is het toch niet zo? Het zou makkelijk zijn als degene die, waarvan we zien dat hij alle dingen positief doet, dat het die goed gaat, en de andere dat hij de straf krijgt. Ja, maar zo is het niet. Kijk, gemakkelijk rekening maken. En u weet, er is een verhaal
ergens anders in de Gemara, waarin ook een van de Amoraïm vraagt aan Eliyahu Navi, ik kan niet, ze zegt, ik kan niet slapen, ik zie zoveel onrecht in de wereld aan goede mensen die het slecht gaat en omgekeerd, ik kan de wegen van de Kosmorgo niet begrijpen. Laat mij met u, Eliyahu Navi, een dag meegaan om te zien hoe het zit. Ik weet niet of u het kent, die midras. En hij laat, en Eliyahu zegt, oké, je mag een dag meegaan. En dan komen ze in een stadje en ze worden daar, worden ze door die, door het bestuur van de gemeente zeer netjes ontvangen en rondgeleid en uitgenodigd, et cetera. En op het moment dat hij de weg gaat, geeft Eliyahu Navi hun een niet erg vriendelijke afscheidszegening, of hoe je het noemen wilt. Ja, en dan komen ze bij een andere man, en die ook een heel goed is. En en ook daar, als ze weggaan, zorgt Eliyahu ervoor dat de enige koe die die man heeft, dat die gedood wordt. Ja. En zo gaan we nog een tijdje door. Komen ze bij een andere stad waar de mensen heel slecht zijn en hun niet uitnodigen en op straat laten staan. En dan geeft hij ze een drogen. En zo gaan we door. En uiteindelijk zegt een van die gazal die dus meegaat, kun je mij vertellen wat hier aan de hand is? Alles wat tot nu toe gedaan is, snap ik niets van. En dan zegt hij, ik zal je die paar dingen uitleggen, maar dan mag je niet meer verder met mij meegaan. En ik zal het je vertellen. Daar waar de eerste plaats waar we waren, die mensen die dat bestuur, heeft een paar hele slechte dingen gedaan. Ten aanzien van, en de Kosmoog heeft besloten, als ze maar een klein beetje niet braga krijgen, ja, dat het dan kan worden geëgaliseerd. Dus ik heb ze, toen ik wegging, heb ik ze moeten geven een soort, niet een echte brogen, maar heel licht. En die andere man waarvan ik de koe moest doden, dat is een man inderdaad, die heeft heel veel goeds gedaan, maar heeft een paar dingen heel slecht gedaan. En dit was de verzoening, dat hem zelf niet zou gebeuren, alleen zijn bezit zou hierdoor verminderen, maar dat maakt hem weer, hij kan weer opnieuw beginnen. En die andere mensen die zo slecht waren, die hebben toch een aantal dingen voor mensen van hun gemeenschap heel goed gedaan. Enfin, dus die heb ik een brogen gegeven. Een aantal dingen, als je luistert naar de achtergrond van wat er gebeurd is, begrijp je beter, in dat verhaal ook, begrijp je beter dat de consequentie voor wat deze mensen overkomt in eerste instantie anders is dan je zou verwachten, maar omdat er een groot verschil is wat iemand goed doet en wat iemand verkeerd doet. Je kunt iemand met een geringe fout makkelijker weer goed laten zijn door met een kleine straf te geven en op die manier te egaliseren. En zo heeft alles zijn gradatie in de wereld. Dat is eigenlijk de hele achtergrond van al deze Gemara-uitspraken die we nu dus zullen krijgen. Menselijke uitleg. Ja, dat is net een waarom geeft Cohen de zegen, de birgat van koning, van het volk? Uit naam van wie? Uit naam van de Kosmorgo. Dat heeft hij nooit opgedragen. Staat in een paar weken geleden. Hashem zegt tegen Aaron, ko te worden goed. Meneer Israël, amor, lem. Zeg tegen hun, je werk ik ga, Hashem is maar weg. Ko is 25, dat is het aantal keren dat er gedoegend wordt in goed salaris. Ja. 25 maal. Is slecht te verstaan. Ik zeg, Ko is 25, dus het aantal keren ja, wat er ja. Is. Maar ja. Dat is al een stap verder in de verklaring. Ja. Maar de Kohen is de
de tussenpersoon. Ja. Die het mag doen. Dan geven de bracha aan iedereen. Puur, ja. De Kohen, er staat ook eens in de halacha, dat een Kohen die met een aantal mensen in de kehille op slechte voet staat, die beter niet moet gaan doegenen. Ja. Mag ik eens vragen? Ik heb niet helemaal goed begrepen met die slechte man die koe moest doden of zoiets? Die man, dat was een man die helemaal niet slecht was. Maar die man heeft een aantal dingen gedaan die, laten we zeggen, niet juist waren. Die het daglicht niet zouden kunnen zien. Maar daarom heeft Akosmorgo besloten dat alleen een deel van zijn bezit, dus die koe waarvan hij inkomsten had, die moest worden geëlimineerd. Om op die manier, zonder hem zelf een straf te geven, toch weer terug te brengen tot teshuva. Maar waarom niet aan iemand anders geven, die koe? Waarom moest hij die koe doden in plaats van gewoon aan iemand te geven? Dat is een voorbeeld. Dit is een voorbeeld. Er zijn heel veel, u zult zo direct zien in de Gemara, het is zo een moeilijk onderwerp dat iedereen probeert op een andere manier te begrijpen. En we komen straks bijvoorbeeld op de vraag. Wanneer er zijn twee mensen. Er zijn twee mensen. Zijn gasten shalom zijn ziek. Ernstig ziek. Precies dezelfde mensen. Zelfde achtergrond. Zelfde gemeenschap waarin ze leven. Zelfde leefwijze. En de ene geneest en de andere geneest niet. Ja? En de grote vraag van de Chachamim is. Waarom deze wel en deze niet? Hoe kan ik dat verklaren? Kan ik het überhaupt verklaren? Misschien kan ik het helemaal niet verklaren. Maar ik wil proberen om er iets in te zien. Ja, ik kom op de antwoord, kom ik straks terug. Nee, mijn vraag gaat om iets anders. Ik vind het heel frappante oplossing om iemand zonder weg te nemen door koe te doden. Dat is toch bizar. Dat je andere levend wezen moet doden om beter te... Nou ja, ik weet niet of je het zo letterlijk moet nemen of dat je... Ik heb het niet bij hand, die hele midras. Het gaat erom dat terwijl die man heel goed is en iedereen denkt, deze man moet allerlei brokkens krijgen, heeft hij in het verleden iets gedaan wat toch kennelijk heel erg fout was, waarvoor HaKadosh Baruch Hu hem niet direct persoonlijk wil, als ik dat woord mag gebruiken, hoewel het altijd moeilijk is in dit geval, niet persoonlijk wil straffen, maar hij wil in zijn bezit. Zijn bezit, nee, maar dat begrijp ik. Maar waarom... Ik denk dat dat de hele achtergrond is. Dat begrijp ik, maar ik begrijp niet waarom door doden, maar niet gewoon dat koe aan iemand ander te geven. Dat is toch heel... Ja, misschien moeten we dat... Ik moet die middags precies opzoeken. Ik heb het misschien verkeerd geïnterpreteerd. Het gaat erom alleen, wat ik wil duidelijk maken, is dat... Ik moet nakijken of dat precies zo gezegd wordt in die het gaat erom dat hem niet persoonlijk, maar wel in zijn bezit iets hem aangedaan wordt, dat waar die treurig over, laten we zeggen, treurig over moet zijn, maar dat brengt hem weer terug ik accepteer dat, want ik word nu kennelijk met mijn neus erop geduwd dat ik iets verkeerd gedaan heb en daarom gebeurt mij dat. Kijk, er zijn mensen die bij alles wat hun gebeurt, zowel plus als min, zich afvragen, of tenminste, waarom gebeurt mij dat? Er zijn mensen die helemaal niet vragen. Ik bedoel, nu gelovige mensen. Ik heb niet over mensen die atheïstisch zijn, voor wie alles in het leven gewoon toeval is. Hè? Maar ik ken genoeg mensen, heb ik in mijn leven ontmoet, ook in mijn praktijk. Mensen die zeggen, toeval bestaat niet. Hè? Waarom gebeurt mij dit in mijn leven? Wat moet ik nadenken over mijzelf? En dat brengt mensen soms tot een hele andere levenshouding dan dat ze tot die tijd hadden. En dat betekent dus, ja, sommige mensen worden zelf dupe van iets. Sommigen worden alleen hun bezit dupe van iets. En hoe zwaar die dupe wordt, ook dat is natuurlijk een kwestie van, daar kun je over... filosoferen, ja? Maar laten we even verder gaan in de camera.
Maar ik begrijp uw vraag. Toch niet. Want ik begrijp de hele redenatie. Ik begrijp niet wie heeft hem bevolen om de koe te doden. Hoe kwam hij daarop dat hij dat moest doen? Heeft Rabijn dat verteld? Heeft hij dat droom gehad? Hoe kwam hij daarbij? Nee, de Midrash gaat ervan uit dat ja. Eliyahu HaNavie de blijvende boodschapper is, als het ware, van Hashem. En dat hij, niet in menselijke gestalte, maar in wezen, in filosofie, degene is die de opdracht van Hashem uitvoert. Mm-hmm. Hè, dat, zo wordt het in dat verhaal wordt het zo neergelegd. En de mensen confronteert of hun laat positieve of negatieve gevoelens krijgen door wat hun gebeurt op grond van wat zij verdienen aan de hand van hun levensweg tot nu toe. Ja? Kijk, ik zal die middags nog eens nazien en over dat doden, u valt helemaal over dat doden, misschien heeft die man iets heel ernstig zijn, misschien heeft hij per ongeluk iemand anders gedood. Ik weet het niet. Ik moet het even nazien. De Gemara brengt niet zomaar een voorbeeld alleen maar om te shockeren. Dus er moet iets geweest zijn wat deze man misschien gedaan heeft, wat echt heel erg buiten. Ja, maar dat voelt heel oneerlijk naar de koe toe. Wat heeft koe mee te maken? Geef het weg of... geef je bezit weg. Of alle andere dingen. Maar waarom doden iemand anders? Het maakt toch niet uit of je hem doodt, of dat je weggeeft, of dat hij gestolen wordt. Hij wil de koe opvoeren. Precies, dat bedoel ik. Je hoeft toch niet te doden? Ik kom over de exacte, misschien kom ik terug. Maar ik wil alleen maar laten zien dat... je kunt zien dat sommige mensen iets krijgen op hun boterham, zeg maar, waarvan je niet verwacht dat hij dat zou krijgen. Je zou verwachten, deze man zou juist een geweldige, is een tzaddik, heeft veel goeds gedaan. En dan begrijp ik niet waarom hem dit overkomt. Ja? Ik bedoel, waarom? En het jongetje die het vogelnest moest voor zijn ouders eieren halen en valt uit de boom, wordt dood. Dat is de bekende geschiedenis in Gagiga. U weet, er was een geleerde, die heette Elisha ben Abuja. Elisha ben Abuja was een geleerde. En toen hij ging wandelen met zijn vader. En hij ziet dat... En hij ziet dat een vader tegen zijn zoon zegt, klim op die boom, jaag de moederdier weg en neem de eieren uit het... precies zoals staat dat je het moet doen. Je moet de moederdier wegjagen en niet de eieren nemen waar de moeder bij is. En het jongetje doet het en hij valt van de ladder en hij is dood. En Elisha ben Abuja zegt, ik kan dit niet verdragen. Ik snap dit niet. Er staat geschreven, dit is één van de twee mitzvot waarvan staat dat je lang zult leven. Kabete da wie gaan wij als je alles eert. En wanneer je dit doet, wanneer je dus je houdt aan dit gebod. En dat jongetje doet precies wat zijn vader hem opdraagt. En hij doet ook nog precies... wat in de Torah staat, dat hij dus moederdier wegjaagt. En dit is zijn loon. En hij wordt totaal afvallig. En hij is de leraar geweest van Rabbi Akiva. En Rabbi Akiva is een van de weinigen die hem niet afvallig is geworden, maar die bevriend met hem is gebleven, ondanks het feit dat hij alle mitzvahs heeft laten staan. Verder. En op Shabbat ontmoet Rabbi Akiva zijn vroegere leraar, Rabbi Elisha ben Abuja, die op een paard rijdt door de velden. En hij loopt met mee. En ze komen bij het einde van het tegum, waar je Shabbat niet verder mag gaan. Rabbi Akiva zegt,
En de rabbi Elishua ben Abuja, die precies op de hoogte was, want er was een geleerde geweest, zegt tegen rabbi Akiva: Akiva, jij mag niet verder lopen, jij moet terugkeren. Waarop rabbi Akiva tegen hem zegt: niet ik moet terugkeren, jij moet terugkeren. Dat is een bekende verhaal. Dat illustreert precies hetzelfde. Het illustreert de dingen soms niet kunnen. Zoals de mensen zijn, ik wil geen verbanden leggen, zeker niet daarover spreken, maar zoals mensen uit de oorlog teruggekomen zijn en gezegd hebben: wij kunnen niet accepteren dat wat wij in de oorlog gezien hebben, wat ons gebeurd is, en die mensen kun je ook niet, het is niet aan ons om die mensen te veroordelen. Er zijn dingen die mensen ervaren in het leven en die dat niet kunnen hebben. En dat is nou eenmaal zo. Maar de vraag is, wat zit erachter? Ja, dat weten we niet. Nou, oké. We schrijven, lezen toch in de touwen. Hanisteraus van die Glaslono. Hanisteraus, precies. Hanisteraus, Lashem en Okeinu. Wat verborgen is, dat is Lashem en Okeinu. Ja, nou ja. Zegt de Gemara verder. Ja, Amrabi Yochanan. Gedola Teshuva. Dus groot is het Teshuva, omdat die de gzardin van een iemand, dus wat besloten is door Akos Borgu, kan worden vernietigd. Zoals er staat, er staat een pasuk in Yeshayahu. Akos Borgu zegt tegen Yeshayahu: ze zullen niet naar je luisteren, wat je ook zegt. Hashmein lefa mazee. Je maakt als het ware het hart van de mensen, maak je vet. Dat wil zeggen, ondoordringbaar voor wat je zegt. Wasnaf hagbeet, en zijn oren zullen dicht zijn. Weinafasha, en zijn oren en zijn ogen zullen niet luisteren. Penjere beinav, en ze zullen kijken en niet erkennen. Uwasnaf yishma, en horen en niet begrijpen. Ulewawojavien, en met hun hart niet begrijpen. En dan eindigt de pasuk met de woorden: Washam verafalo. Maar ze zullen eens terugkeren en dan mogen ze terugkeren. En daarop zegt de Gemara: dat is dus iemand die dus teshuwa doet, die dus op een bepaald moment gewoon zegt: ja, ik heb tot nu toe toch allerlei dingen in het leven fout beoordeeld, ik ga teshuwa doen. En dan zegt dus de Rabbi Yochanan dat ik kan dus de gzardin, de besluit van de Kodesh Baruch Hu, ten aanzien van iemand wat ongunstig zou zijn geweest, ten gunste doen omdraaien. En dat is dit idee en het beeld wat wij dan steeds maar beschouwen op die Rosh Hashanah, omdat we kunnen niet ons indenken in een andere manier dan in menselijk denken. En we hebben, als we willen begrijpen dat we een taak hebben op deze wereld en dat we het goede moeten doen en niet het slechte, en dat het zinvol is om het goede te doen, omdat dat Akos Morgen ons daarop op aankijkt, dan moeten we dat wel in een vorm gieten, op in een manier aan ons laten vertellen dat we het kunnen begrijpen. En dat is wat die Mishne doet. Want op Rosh Hashanah, dan wordt voor besloten niks besloten. Dus Morgu besluit aan één stuk door. Je kijkt de hele tijd. Hebben we ook geleerd. Sommigen zeggen: wat? Dus Morgu kijkt ieder moment naar de mens, hoe die zich gedraagt. Maar ik heb nodig een beeld, omdat ik me anders totaal niet kan voorstellen. En dat is ook niet goed, want je niet kunnen voorstellen hoe wat je leven is en wat het betekent, ja, dan drijf je helemaal op drijfzand. Dus dat kun je niet doen. Dus je moet het op een bepaalde manier. En dat is wat de Gemara steeds maar weer naar voren brengt. Amar Rav Papa Labaye, ja, we Dilma Lifne Gezardin, zegt, en misschien, zegt Rav Papa, is ook hier de kwestie dat het is, het Rakos Morgen, hoe kan alleen dan, of zal alleen dan, het slechte weer ten goede keren als er nog niet een gzardin. Een gzardin is een letterlijk, als je het best kunt vertalen, met een ondertekening van de akte. Het is nog niet besloten. Het is wel gepland
maar nog niet besloten. Hè. Zolang ik nog niet getekend heb, kan ik nog terug. Hè. Maar Kosworgu zegt, misschien is het zo dat op het moment dat Kosworgu het besloten heeft, en ze staat bij Gent de geschiedenis van Shaul. Shaul krijgt de opdracht om Amalek te vernietigen. En hij doet dat niet zoals hem gewoon is. Hij laat een aantal, onder andere de koning laat hij leven. Ja? En dan krijgt hij geweldig op zijn donder van Shmuel, van de profeet Shmuel. En die zegt, jij zult hiervoor moeten boeten. En weet dat de Kosborgo is niet iemand die iets zegt en weer terugdraait. De Kosborgo zegt, blijf bestaan. Ja? Maar dat is dan de vraag. Daar zegt de Gemara ook van, wat betekent dat? De Kosborgo, ja, begrijp je, de Kosborgo is niet als een mens die voortdurend verandert van besluit. Nou ja, ik heb dit besloten, maar vooruit maar. Maar dan zeg, probeer ik het zo in te brengen dat iets kan besloten zijn, maar de gzardin, het besluit van de Kosborgo om het echt te doen, dat kan nog wel op zich laten wachten. En in die tussentijd kun je de mens de gelegenheid geven om zijn handelwijze, whatever het is, om dat te herzien. Maar als één keer de beslissing genomen is van Kosborgo, dan is het wat anders. Zo probeert de Gemara allerlei dingen in het leven die mensen gebeuren, ja, om die op de een of andere manier te verklaren, zonder dat, laten we zeggen, aan ons idee van hoe Kosborgo de wereld leidt, geweld wordt aangedaan. Ja? Niet dat Kosborgo is degene, nou ja, daar kunnen we wel een potje mee breken. Ga maar door. Nee, ja? Dus in andere woorden, we probeert de Gemara dat steeds op te vatten. Amalek Rafa locatief. En daarop zegt Rabbi Yochanan, maar er staat ook in het einde van het pasuk we Rafa le. Rafa is eigenlijk de uitdrukking van je doet tshuwe. Rafa lo, je komt terug op wat je gedaan hebt. Eze davar shetzarich. Shetzarich. Zeg ik het goed? Shetzarich gevoa. Wat is iets wat nodig heeft letterlijk refoua, een herstelperiode, ja, Hewe Omer zegt, dat is gezardien. Dat is een gezardien, iets wat al besloten is. Dan, ja, dan is het moeilijk om het terug te draaien. Moet je een herstelperiode hebben, dan moet het opnieuw worden bekeken. Maar daarvoor heb je nog alle kansen. Je bent de spreker alleen. Ja, BTW, ja? Vraagt er maar een andere vraag. Hashav benatayim. Als iemand, we hebben gezegd in die Mishnah, als we nu gaan eventjes letterlijk die Mishnah bekijken, iemand die tussen Rosh Hashanah en Yom Kippur te Shuwe doet, Hashav, Mochalin lo, die worden zijn zonden vergeven, ja? Loshav benatayim, ja? Doet hij dat niet? Afilo, zegt hij maar heel sterk uitgedrukt. Afilo heeft die kol elene mayot shabaolam. Al brengt hij alle prachtige offers van de wereld in Beit HaMikdash. Ja, één mochalilo. Wat laat ik hem hier doorschemeren? Dat het brengen van een offerstam. Ja, ik heb een fout gedaan. Oké, de Torah schrijft me voor. Ik kan weer de goede weg doen. En dan moet ik ook brengen een gatat, een zondoffer. Maar dat is natuurlijk zondoffer brengen zonder dat je zelf erachter staat. Dat is zinloos. Dus wat betekent ik doe tshuwa? Als je alleen maar tussen Roshana alle mogelijkheden naar buiten toe doet, die dan zogenaamd tshuwa zijn, maar je meent er niks van. Dus je brengt de prachtigste offers letterlijk. Eén mochalilo, dat heeft helemaal geen zin. Helemaal geen zin. Zegt de Gemara, ja, maar dat is toch één groot verschil. En dat is het verschil wat wij eigenlijk dagelijks in ons dagelijkse leven in praktijk brengen. Het verschil is, er is een verschil, zegt de Gemara, habiachit, habitsibur. Er is toch wel een groot verschil
tussen wat je als enkeling doet en wat je met Sibor in gemeenschap doet. En daarop berust eigenlijk onze instelling van dat we zeggen, het villa met Sibor, het villa die we uitspreken in een gemeenschap, in een minyan dus middelijk, samen, wordt altijd makkelijker verhoord dan een gebed wat je alleen uitspreekt. Niet dat je, als je alleen bent, niet ook heel veel kavana kunt hebben en ook heel goed kunt davenen, maar met Sibur, in je gemeenschap, het leven, we zeggen, de wereld is, de mens is een wezen dat gemaakt is om in gemeenschap te leven. Je kunt niet alleen. Je kunt alleen leven. Dat wordt niet het alleen denken van ik kan alleen zijn en dan kan ik tot grote hoogte komen. De niet-Joodse christelijke kluizenaar is een absoluut on-Joods idee. Wij zeggen de Tzibo is belangrijk. Is het bekende mopje van die studenten die examen doen. En ze moeten na 3 uur moeten hun pennen neerleggen. En precies 3 uur later zegt de leraar pennen neer. En 1 jongen die schrijft nog door. Nog 10 minuten. En de leraar zegt, jij hoeft je werk niet in te jij krijgt een 2. Want je bent te lang doorgegaan. De jongen gaat naar de leraar toe met zijn dingetje. En zegt, meneer, weet u wie ik ben? Zegt de leraar, helemaal niet. Weet u wie jij bent? Nee, weet u echt niet wie ik ben? Nee. Ik weet niet hoe jij heet. En hij neemt vlug de stapel van proefwerken en schuift zijn ding er tussendoor. Het Sibur. Hij maakt zich een onderdeel van het Sibur. Het Sibur heeft een bepaalde kracht. Het Sibur heeft een bepaalde neer die dus groter is dan iemand alleen. En met Sibur kun je makkelijker nog naderbij komen eigenlijk dan dat je dat alleen kunt. Goed. Tot slot vandaag. Metiwe. Er is een heel bekende pasuk in de Torah. Aan het einde in de Warim komt de volgende pasuk voor. Dat de Kosmoor brengt jou naar een land. Een land dat afhankelijk is ook van regen. En tamid in Hashem, altijd zijn de ogen van de Gezworgoe op dat land gericht. Mereshit shana at achrit shana. En dat reshit, letterlijk vertalen we het, van begin van het jaar tot eind van het jaar. Ja? Dus Hakosmogu brengt ons naar een land. En de ogen van Hakosmogu zijn op dat land gericht van begin van het jaar tot eind van het jaar. Alleen, dat is iets merkwaardigs. Dat mereshit, dat staat zonder alef. Er staat mereshit, niet res alef zien. Dat zou betekenen van begin. Maar er staat mereshit, res zien doet. En res zien, ras, ja, betekent in wezen arm, armoedig. En de Chazal zeggen, dat is niet met opzet, is dat door Moshe Rabbeinu zo geschreven. Maar wat betekent dat? Dat betekent dat Moshe kijkt naar dat land, altijd mereshit shana. Of het slecht gaat in het land. At acharit shana. Of het land een toekomst heeft die goed is. Van slecht tot goed. Altijd, moet je goed weten, is HaKadosh Baruch Hu degene die dat voor dat land bestemd heeft. Mereshit shana, van het moment dat het land niet goed gaat, totdat het land wel goed gaat. En daar vraagt de Gemara op, wat betekent dat? Betekent, zegt de Gemara, itim le tova, de itim le vara. Het land kan goede periode hebben en het land kan slechte periode hebben. Itim le tova ketsat, wat wil zeggen goede momenten. Shayu Yisrael, Shaim, Gemorim, Rosh Hashanah, Upaskulehem, Gishamim, Uatim. Dat wil zeggen, zegt de Gemara, het volk was niet bestemd vanwege uw daden, dat het hun goed zou gaan bij het begin van het jaar. En Kosmogen heeft alleen maar besloten dat een mondjevol, kleine hoeveelheden, gering, te weinig regen zou vallen. Want regen is dus
het teken van Bracha voor Eretz Israël. Ulemasof gazrubahen. Maar het einde van het jaar, in de loop van het jaar, hebben ze het teshuva gedaan. Lo siva lehen. De regen is weer toegenomen. Ja. En hier, shebechol, shekwa nigzera gezera. Dan denk je misschien, er is al een gezera, een besluit van de Kosmorgo, dat het niet goed zal gaan dit jaar. Nee, de Kosmorgo, moridin bismanan, ala aarts, asir ala hen, Kosmorgo, laat het regelen, precies overeenkomstig wat het land op dat moment, dus ieder moment van het jaar, als het ware, verdient te krijgen. Hakol lefi haaretz. Alles precies overeenkomstig aan het land. Dus ook hier zien we weer, ik zal hier stoppen zo denk ik, ook hier zien we weer dat de uitdrukking reshit shana, achrit shana, in zich houdt een aanwijzing ervoor dat alles wat er gebeurt speciaal met Eretz Israël, ja, dat het door HaKadosh Baruch Hu ook heel precies beslist wordt aan de hand van wat HaKadosh Baruch Hu vindt dat het land dus wel of niet kan en mag hebben. En het is voor ons niet altijd een open boek. Dan kunnen we niet altijd zonder meer verklaren. En dan zegt de Gemara vaak, omdat vaak het zo is dat de gzardim, het uiteindelijke besluit om het goed te laten gaan of slecht te laten gaan, dat is iets wat nog uitgesteld kan worden. Dat is dus die tijd, Rosh Hashanah Yom Kippur, in menselijke verklaring gebracht. En als de gzardim één keer uitgesproken is, als het contract één keer getekend is, dan, okay, dan is het heel weinig meer aan te doen. Ik wil niet zeggen niets, maar wel heel weinig. En daarvoor kan je nog alle kanten op. Dan kan het Kosmorgo ook als je, juist als men davent, en als je dus Hashem Hashem zegt, hè, Hashem Hashem, Kosmorgo heeft twee eigenschappen, ook de goede eigenschappen, kun je Hashem als het ware, wij zouden zeggen, vermurven om toch het goede voor ons de boventoon te laten hebben. Dan de ontdekking. En dat is eigenlijk wat wij zeggen in de Haggadah. Behi Shamdala Motenu. Behi Shamdala. Het feit dat het ons niet altijd even goed gegaan is in de geschiedenis, dat is een van de redenen waardoor zij blijven bestaan. Het niet goed gaan heeft ook een bepaalde, kan ook een bepaald positief idee hebben. Hè? Er zijn mensen die door wat ze meemaken, door wat ze meegemaakt hebben, juist wel de goede kant op, laten we zeggen, meer gelovige kant op gaan. En anderen die dat niet gedaan hebben. Alles in het leven, het menselijk geest is erg plooibaar. En iemand kan door één verschillend iets wat hem gebeurt, heel verschillend reageren, naar rechts of naar links. En dat is wat deze camera eigenlijk zin ervoor. En daarom heb ik dus, ik hoop dat het heel duidelijk geworden is, aan het begin gezegd van deze gemara is heel makkelijk om te lezen en te vertalen, maar de achtergrond te begrijpen dat het de gazal, dat het de geleerden zijn die heel veel moeite hebben met hoe moeten we duiden wat er überhaupt gebeurt en hoe moeten we begrijpen hoe HaKadosh Baruch Hu de wereld leidt, dat is heel, heel moeilijk. En daar moet je soms wat filosofisch voor gaan denken. En dan kom je er niet altijd uit. Je komt er nooit achter. Adkaan, ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb kunnen maken naar alle kanten toe. Dat, ja. Het is niet allemaal duidelijk. Het is niet allemaal duidelijk maken, maar de onduidelijkheid is duidelijk te maken. En als je alleen, als je bent, hè, hoe heeft de oude Grieken gezegd? Alle wijsheid begint met je te verwonderen, met onduidelijkheden te zien. Maar als je die niet ziet, kom je helemaal niet verder. Als je niet erover gaat nadenken, dan kom je niet verder. Maar ergens moet je beginnen. Ja. Nou, dank u wel. Ja. Dus dit is eigenlijk de
Ja, dat is een moeilijkheid. Oh. Je moet genuanceerd denken. Je moet genuanceerd denken, ja. Ja. Bewustwording is de basis van de oplossing. Bewustwording. Bewustwording is de basis van de oplossing in het leven. Ja, 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 ja. Bewustzijn van alle dingen die er gebeuren. Klopt. Om je heen. Klopt, ja, ja. Maar je moet het wel eerst bewust, je bewust maken. Kijk, de meeste mensen komen er maar niet toe aan, dit, aan het nadenken hierover. Ja. Ja, ja, ja. De mensen, een heleboel mensen, die komen inderdaad niet, niet daaraan, niet aan toe. Dat is het probleem. Dus nieuwsgierig zijn ook. Daar, het interessante is, tot zo weer, dat de... Er is een uitspraak in de Perkei Avot ergens. Lo ha-midrash ikar el hamase. Sof sof, bij het einde, is niet het belangrijkste is bij ons geloof, als je het zo wil noemen, is het doen van de mitzvahs. Het nadenken kan je brengen, zoals Elisha ben Abuja, op verkeerde wegen, wat wij dan verkeerde wegen noemen, of op hele goede wegen. Dat is mogelijk. Maar weet je, je moet het blijven doen. Ik kan nog een uur hierover voorspreken, over de vier zonen van in de Haggadah, wat het verschil is tussen de Rasha en de Chacham. De Chacham zegt, ik doe het. Morgen vraag ik wel wat de bedoeling is, dan kun je beginnen uit te leggen. Maar het doen is toch nog, als je het doen ook niet doet, dat is voor mij een belangrijke zaak. Hè? Dus er zijn zoveel filosofische mogelijkheden, maar ja, dat is de kunst en de attractiviteit van de filosofie. Oké, ik zou zeggen tot morgenmiddag. Morgenochtend. Morgenochtend, ja. Morgenochtend gaat het door simpel wat eenvoudiger over de halacha om 11:00. Het is dus niet meer 12:15, maar 11:00 op de gewone Zoom. Oké, wens ik jullie een prettige dag. Dankjewel. En denk hier maar eens goed over na. Ja. Het kan nooit kwaad. Ik kom er nooit uit. Ja. Even de goede blaadjes die we nu hebben, wil ik graag hebben. De rest loopt nu niet. Fijne dag, graag bedankt. Ja, maar dan moet je een schermisbak. Ja, geen dank. Dat moet je een schermisbak. Dat heb ik al gehoord. Dat moet dan, dus niet, niet of niet een schermisbak? Overdag, Rabbas, Maxambo's, blijf iets. Dat goede blaadje.